ik denk dat we als team zijn heel goed gepresteerd hebben. Maar had wel eerder 4-1 mogen zijn. Kijken we even naar de wedstrijd, dan zeg ik van ja, voor mij zijn er eigenlijk twee man of the match. Dat was Benjamin Uskuk en jij. Ja, goed, ik denk dat we als team zijn heel goed gepresteerd hebben. Inderdaad, Benjamin op het laatste goed escaleren en nog twee goede assists gaf. En ja, die speelde ook goede pot, maar er zijn wel meer mensen die vandaag een goede pot speelden inderdaad. 4-1 overwinning. Ja, je kunt er niet eens zeggen dat die stand geflatteerd was. Nee. Kun je niet zeggen, maar had wel eerder 4-1 mogen zijn. De eerste helft van de wedstrijd vond ik eigenlijk dat jullie het een beetje lieten liggen. Jullie komen op 1-0 voorsprong en dan krijgen jullie enorm veel kans om alsnog die voorsprong uit te bouwen. Klopt inderdaad allemaal wat je zegt. De eerste helft vond ik dat wij het ook echt uit hadden moeten bouwen naar een hogere score. Ik vond het voetbal goed. De buitenspelers lieten de bal al snel gaan, waardoor het opzichtspel erg goed was. En ja, dat moet je eigenlijk belonen door middel van een doelpunt. En dat gebeurde helaas niet in de eerste helft. We probeerden gewoon geduldig te zijn en te wachten op onze kans. En een beetje pech met afwerking. Bal onderkant lat en voorzet die net niet erin gaat. Dan komen jullie uit de kleedkamer. Nou, ik geloof dat jullie 10 seconden op het veld stonden. Ja. Toen lag de gelijkmaker er al in. Ja, onvoorstelbaar inderdaad. Ja, dan zie je net twee minuten ben begonnen aan de wedstrijd, de tweede helft dan. En dan vol goede moed. En dan vliegt die bal omdoor. De bal eroverheen, de hoek in, voorzet en een goal. Alsof je op een trainingspartijtje stond. Of een concentratiegesprek was, dat weet ik niet. Maar het mag niet gebeuren zoiets. En helemaal niet zo kort naar rust. En dan dat is ook een periode geweest van 10 kwartier dat we niet goed in het spel zaten. Kun je je voorstellen dat dan de mensen op de tribune een beetje dachten van nou, vooral omdat de wedstrijd ook iets inzakte. Van nou, het zal toch niet gebeuren dat Berkham alsnog punten gaat verliezen? Voor de mensen op de tribune kan ik me dat wel een beetje voorstellen, maar in het veld voel je toch anders. Je voelt dat je sterker bent. Al speelden we niet echt goed in het begin van de tweede helft, de eerste 10 minuten, maar je weet dat je kwalitatief gewoon sterker bent en dat je er wel uit gaat komen. Maar ik kan me voorstellen dat het publiek dat gevoel een beetje kreeg. De laatste twee goals die vallen dan misschien in de 90e minuut, maar die eigenlijk al veel eerder moeten vallen. Maar al met al is 4-1 is een mooie nederlaag. Natuurlijk als verdediger wil je natuurlijk die 1 tegendoel, natuurlijk altijd vervelend. Maar we mogen tevreden zijn met een 4-1 overwinning. En dan heb je weer 3 punten in de zak. En dit was de tweede wedstrijd dat jullie op een voorsprong komen. Direct in het begin van de wedstrijd. Dat was in de ACV ook. En die pakken jullie ook de overwinning. Ja, dat klopt. We zijn daarvoor volgens mij 4 wedstrijden achter elkaar achtergekomen. En dan moet je steeds heel veel energie steken in het terugkomen. Nu sta je voor en maken ze weer stom gelijk. Maar goed, dan heb je toch een ander gevoel in de wedstrijd. Dan is het makkelijker uitspelen. Ja, nou, volgende week een makkie, hè? SVZ2. Vandaag maar met 7-0 gewonnen, dus die moet je kunnen pakken. Ja, nou ja, goed, zoals de trainer volgens mij ook net al zei. Dat zijn een van de toppers van de hoofdklasse C. Maar dat is ook wel meer voetbal in de ploeg dan Nuspeet. Nuspeet zag toch iets meer in. Is ook een goede ploeg, dat moet ik zeggen. Maar Wierden probeert nog meer spel te maken. Dus ik denk dat er ook meer ruimte voor ons is om tot kansen te komen. We komen van de topklasse. Volgens mij ook veel voetballend vermogen. Ik denk dat dat ons wel gaat liggen volgende week. Is dat een testcase voor jullie? Elke week is een testcase. Of het nou Nunspeet is of SVZ2. Je moet niks is makkie bij ons in de competitie. Zou je SVZ2 kunnen vergelijken met ONS Sneek? Nou goed, ja, ONS Sneek is toch iets meer ingespeeld, denk ik. Wierden heeft een vrij nieuw team. Veel jongens vanuit Haaksberg overgekomen. Aman van Deto. Dat is gewoon heel veel kwaliteit. En ik denk, zoals je ook al ziet in de uitslagen, dat ze nu langzaam naar elkaar toe groeien. Dat het gewoon echt een hele sterke opponent is.